Deze week in Recruten. Heupen naar de grond. Kappen met zeiken! Links. Een soort afmatting dit, hè? Marteling. Stand up and fight. Door! Kom sneller, kom! Je kan het! Dit zijn Rick en Rick. Twee mannen. Eén missie. Ontdekken wat er gebeurt achter de poorten van de defensiekazernes in Gelderland. 8 weken lang zijn zij recruten. Geef acht! Goed zo, door! Gelderland Defensieland. Gelderland is dé provincie met de meeste kazernes van Nederland. Gelderlanders zijn het dan ook gewend om militairen op straat te zien of grote kolonnes van militaire voertuigen op de snelweg te zien rijden. Maar wat gebeurt er nu bij de kazernes? En waar houden de Gelderse troepen zich mee bezig? Verslaggevers Rick Bronkhorst en Rick Kapitein liepen de afgelopen 3 maanden intensief mee met het leger. Hun doel? Laten zien wat Defensie doet in Gelderland. Nou Rick. Hallo. Gaan we beginnen hoor. De serie. Ja. Eindelijk. Nou. Je hebt er zin in hè? Hier heb je wel zin in. Nee, ik zie de ergste tegenop. Mm-hmm. Ik tel de uren af. Met mij als het weer voorbij is. Ja. Jij hebt er wel echt oprecht zin in. Ik heb er oprecht zin in. Ik ben gewoon zo benieuwd hoe dit gaat zijn. Ja. 3 dagen volledig afgemat worden. Het feit dat we hier moeten verzamelen bij station Arnhem, we moeten met het OV komen. Omdat je na 3 dagen gewoon niet meer veilig op de weg kunt. Nee. Vind ik, dat zegt al wel wat. Ja, ik heb er wel zin in. Ik ben er wel een beetje bang voor, maar dat moet ik gewoon niet taart op zeggen. Rick en Rick gaan meedoen met de kennismakingsdagen van de luchtmobiele brigade. Rick? Ja. Dankjewel. 3 dagen lang zullen deze mannen tot het uiterste getest worden. Rick? Ja, ook al Rick. Om te kijken of ze geschikt of ongeschikt zijn voor een carrière bij Defensie. Vanaf het Centraal Station in Arnhem rijden onze mannen naar de Oranje Kazerne bij Schaarsbergen. Hier zal het de komende dagen allemaal gebeuren. Prachtig. Goeiedag. Hallo. Na het inchecken en een welkomstspeech is het zover. De belangrijke sporttest. Plaats jullie naar binnen en dan mogen jullie het leven. 20 push-ups, 30 sit-ups, 4 pull-ups en 2700 meter hardlopen in 12 minuten. Haal je het niet, dan moet je gelijk naar huis. Ruud Ellemeij, ik ben hoofd van de werving van de luchtmobiele brigade. We hebben deze testen de inzet juist om bij de kennismakingsdagen om te zorgen dat ze niet geblesseerd raken bij de kennismakingsdagen. In het verleden hebben we de testen afgenomen. Alles wat de testen hadden afgenomen bleef gewoon, ook hebben ze niet gehaald. Ja, daar zagen we gewoon 95% van ze viel gewoon uit met blessures aan enkels, knieën, overal dus blessures. Dus daarom hebben we gezegd van nee, het is voor de veiligheid van de kandidaat. Dat is vrij streng. Ik sprak er eentje, was vorige keer 10 seconden, 12 minuten 10. En dat was al meteen naar huis. Ja, we moeten ergens een grens stellen. Ja. Het is niet zo dat wij, we zien ze liever allemaal blijven. Ja. Maar, ja, ze weten dit. Ze krijgen het in de mail. We hebben zelf die uitnodiging ook gekregen. Het staat erin. Ja. Ze weten dat ze dit moeten doen. En ze weten dat ze het niet alleen hier moeten doen, maar straks ook in de keuring. Mm-hmm. Wij verwachten gewoon een stukje voorbereiding van die laatste. Wat we nu gedaan hebben, dat is echt essentieel. Hè? Dus de push-up, pull-ups, sit-ups en het hardlopen. Ja, daar meten we een stukje jouw
fysieke gestel beter daar. Ja. En of jij kapabel bent, zeg maar, om deze 3 dagen zonder die blessures door te kunnen komen. Ja. Maar wij zouden nu al naar huis gestuurd zijn. Jullie zouden naar huis gestuurd zijn. Ja. Maar we mogen van je blijven. Voor mij, deze keer strijken we hard. Yes. Ja. Jullie gaan een mooie show. Maar let daar alsjeblieft op met alles wat je doet. Ja. Dat je lichaam het houdt. Ja. Nou, dat zullen we op onszelf letten. Ja. En op elkaar, Rick. Op elkaar, zeker. Ja, buddies. Opgewekt voorwaarts. Bij deze test vallen al 20 van de 80 kandidaten af. En nee, Rick en Rick hebben de test ook niet gehaald. Jammer jongens, misschien volgende keer beter. We weten niet waar jij nu aan moet gaan werken. Maar ze hebben geluk, omdat ze te gast zijn, mogen zij wel blijven. De mannen krijgen geen minuut rust. En direct na de sporttest gaan ze naar het tentenkamp. Hier zullen ze de komende dagen doorbrengen. Ze krijgen andere kleren om aan te trekken en een tas vol spullen die ze vanaf nu moeten meesjouwen. En ze moeten alvast hun tent opbouwen voor de nacht. In die 15 minuten wil ik dat je uiteindelijk zo hebt gemaakt. Om de combinatie. Na het eten krijgen de andere kandidaten een college over de verschillende functies bij de luchtmobiele brigade. Rick en Rick kunnen dan afhaken en even ontspannen. En zich mentaal voorbereiden op de zware avondactiviteit. Rond 10 uur vertrekken ze met de bus naar het zwembad. En van tevoren weten ze dat ze 200 meter moeten kunnen zwemmen. Maar daar blijft het niet bij, want na die 200 meter moeten ze ook nog een overall aantrekken. Duik erin, onder water zwem je, 15 meter. Voordat je voorbij de piel bent, kom je boven. Dan haal je het. Zwem je door, sponslag, haal je het niet. Klim je de kant op, loop je gelijk terug. Krijg je het wapen, dan zwem je heen met wapen, terug met wapen. Wapen blijft lopen. Klim je de kant op, de overkant, zonder je knie te gebruiken. Jullie willen bij de elite horen van de Koninklijke Landmacht, de Luchtmobiele Brigade. We hebben vanochtend een afspraak gemaakt. Het beste van jezelf laten zien. Het wordt een beetje zwaar. En we gaan moeilijk kijken. We gaan vlug gedrag vertonen. We gaan opgeven. We gaan lopen janken. Is dit wie je bent? Is dit wat je wil laten zien? Je was nogal een indruk. Jij ging behoorlijk tekeer net. Waarom? Vond je? Jij vond ik ook altijd nog gekker. Nou, het viel wel mee toch? Nee, kijk, we zien vaak als de eerste dag dat mensen nog de kat uit de boom kijken. En dan moeten ze even wakker geschud worden. Ze zeggen, dit verwachten we van je. Je komt toch bij een elite-eenheid van de Koninklijke Landmacht. En dan verwachten we een bepaald gedrag. En het maakt deel uit van een sollicitatieproces. Dus we verwachten ook maximaal inzet. Want uiteindelijk is het wel een bedrag. Ja, dat hebben we nu zelf ervaren.
Je krijgt wel even de indruk dat je echt wel kopje ondergaat, je slikt aardig wat water in. Exact. Dus mensen die komen echt uit hun comfortzone. Ja. Ja, die worden echt op dit moment wel met zichzelf geconfronteerd. En daar gaan ze altijd heen. Hoe ga je dan met dat gevoel? Denkt u dat het indruk maakt, zo'n praatje? Ik weet het zeker. Ik ben Nou, heerlijk in bed. Maar lang mogen onze recruten daar niet van genieten. Want de volgende ochtend is het weer 6 uur paraat. Goedemorgen, Alpha Groep. Binnen 3 minuten staan jullie buiten opgesteld. Bij Defensie geldt tijd is tijd. Dus na 3 minuten... Ja, vollingsteun reageren! Zien of jullie nu wel kunnen reageren. Zijn de tijden gehaald, jongens? Wat hebben we gisteren afgesproken over opdrachten en tijden? Samenwerken. Ja, draai maar op jullie kont, voet omhoog. Ja, reageren, draaien, kont, voet omhoog. Jongens, kijk eens even om jullie heen. De mannen halen een paar keer de tijd niet en dus moeten ze de ene na de andere straf uitvoeren. Ik ben de korporaal Jansen en ik ben instructeur hier bij de kennismakersdagen en ik begeleid kandidaten door deze 3 dagen heen. Wij geven altijd haalbare tijden. En vaak zijn het de tijden die niet worden gehaald, dat heeft een reden. En dat hebben jullie misschien ook wel gemerkt. Dat is bijvoorbeeld, er wordt niet goed gecommuniceerd. Of er wordt niet hard genoeg gewerkt. Want vaak zijn de eerste die klaar zijn, die halen het makkelijk binnen de tijd. En dan hebben wij verschillende manieren om dat wel te ontwikkelen. En vaak in de voorlichtsteun liggen vind je gewoon niet leuk. Dus dan ga je op een gegeven moment vanzelf wel harder je best doen, omdat je niet in die voorlichtsteun wil. Nee, dat is echt niet dus leuk. Dat zijn wel voor ons, ja, we hebben wat verschillende manieren om wel dat te kunnen bereiken. Nou, de voorlichtsteun is daar een makkelijke van. En uiteindelijk zie je ook wel aan het eind van die 3 dagen, zie je ze gaan beter communiceren, ze gaan tijden bijhouden, ze gaan tijden doorgeven, ze helpen elkaar. En dat zie je bijvoorbeeld de eerste dag niet en dat ontwikkelt zich wel in die 3 dagen. En dan is de ochtend nog niet eens echt begonnen. Want na een snel ontbijt start de volgende activiteit, het sporten. 49 seconden. Hey, goed is goed en niet goed is opnieuw. Heupen naar de grond. Kom op. Kom op. Doorgaan. Spectaculair, hè? Maar kijk eens goed naar de achtergrond. Rick en Rick zijn weer afgehaakt. Een soort afmatting dit, hè? Marteling. De rest heeft de luxe niet. Zij moeten sporten tot ze erbij neervallen. Ik ben sergeant Robert. Ik ben sportinstructeur bij sportgroep Groot Heidekamp. Vind je dit nou leuk om af te beulen? Vaak niet de groep zo af te beulen, want wij zijn afgehaakt. Nou ja, wat ik daarvan vind, ja, dat, ja, natuurlijk, het is mijn werk, dat vind ik leuk. Mm-hmm. Alleen het heeft wel een doelstelling waarom we dit doen, weet je wel. Oh, een politiek correct dus, antwoord. Ja, maar zo is het wel. Dat vind je dit wel. Nou leuk, ja, ja of nee? Natuurlijk vind ik dit leuk. Okay. Ja, natuurlijk. Ja, maar ja, dit, weet je, ik laat die jongens niks doen wat ik zelf ook niet heb gedaan, weet je wel. En je weet dat ze er mentaal gewoon eventjes, ja, door dingen heen moeten. Mm-hmm. En dat hoort erbij bij dit werk. En dat is wel een filterslag die we hier kunnen maken, die uiteindelijk de opleiding ingaan. En dat, daar moeten ze doorheen. Ik denk ook heel veel dat ze zich gewoon niet goed hebben voorbereid en zich niet weten waar ze instappen als ze hier uiteindelijk komen en deze dagen gaan doen. Ja, dat hoort er daar dus wel een beetje bij. Ja. Gisteren gehoord, het zijn allemaal mensen die aan crossfit en dat soort dingen doen. Dus die op zich wel, je zou denken, redelijk fit zijn, maar het is wel weer een aparte Ja, natuurlijk een andere belasting, ja, zeker. Je moet allround fit zijn om uiteindelijk dit te doen. Ja, misschien een stukje aanleg. Misschien zeggen ze wel dat ze heel veel heel goed trainen en wat dan ook. Maar wat is de realiteit, dat weten we ook niet.
pijntjes. Doorgaan of stoppen? Hangt er vanaf wat voor pijntjes het zijn. Ik denk heel veel pijntjes, daar kan je echt heel lang nog mee doorlopen. Weet je, dat zit allemaal dan, je krijgt een seintje van er zit iets, het doet iets pijn. Mm-hmm. Maar als je daar gewoon je aandacht weet te verleggen, dan kan je heel lang nog veel meer door. Als er echt nood aan de man is en je moet echt weg, anders ga je dood, bij wijze van spreken, dan kan je echt veel meer dan je denkt. Ja. En dat is een beetje de insteek die je ook hier hebt, weet je wel? Ja, maar ik niet, want ik denk ik moet volgende week weer met mijn camera op pad. Ja, precies. En ik wil niet gebaseerd raken. Ja, maar jij komt hier met een andere insteek dan die jongens komen. Ja. Tja, en dan lijkt het Rick Bronkhorst ook wel leuk om even te commanderen. Dus als ik nu zo ga staan, heel serieus kijk, ren maar heen en weer en terug. Ja, waarom? Ja? Wat is het? Dit is geen vraag. Wat is het doel? Ja, maar wat is de achterliggende gedachte nou dan? Dat jij fit moet worden en blijven. Ja? Zullen we samen gaan rennen dan? Dat is goed. Ja. Ik hou het wel vol hoor. Ja? Kijk, wie het eerste terug is. God, zwak. En dan moet jij hem dus leren om goed en best te doen. Ja, tuurlijk. Ja, nou. Tuurlijk. Hij staat wat hoger in de hiërarchie dan jij, hè? Ja. Ik heb het ook allemaal gedaan wat zij hebben gedaan, hè? Ja. Dus ik hoef mezelf echt niet te bewijzen. Helaas, Rick. Geen gezag. Dan maar door naar de middag, die gelukkig een stuk relaxter is ingedeeld. Alles begint met een korte kennismaking met de hindernisbaan. En daar is wel een verschil te zien tussen de twee Rikken. Alles zit tegen vandaag. Ja. Sjaak Afhaak is mijn naam. Hè? Juist. Ik zal hier wel even onderdoor hoor. Ja. Je bent de laatste, Rick. Helaas. Maar ik heb het wel geprobeerd. Nee, ik moet er overheen. En er onderdoor. Dan is het tijd voor een paar rustige groepsactiviteiten. Puzzels. Dus een stuk minder fysiek. Beter een goed plan van tevoren en dan pas uitvoeren, dan beginnen met uitvoeren zonder goed plan. Na de puzzels komt het klauteren op het touwparcours. Lach ze naar het vogeltje. En dan, hoogtepunt van de dag. Is dat een echte? Ja, dat is een echte. Wapenles. Terwijl de rest van de groep nog lang doorgaat, mogen zij om 1 uur al naar bed. Want vrijdagochtend staat er nog iets heel zwaars te wachten. Goedemorgen. Dit was het onderkomen van de nacht. Een tentje. Nou ja, zo kun je het niet eens noemen. In de stromende regen. Het is 4:15. Om 5:00 wordt iedereen gewekt. Maar ik ben er wel klaar. Het even niet, het slaapt niet zo lekker. Hier lig je dan in je tas. Je tas hoort er dus ook nog bij als je hierin ligt. Het is echt heel krap, heel smal. En dan regent het ook nog eens zo. Ja, dat is echt niks voor mij. Dat is echt niks voor mij. Voor je tent opgesteld!
En om 5 uur wordt iedereen uit de tent getrommeld. Prima, hè? Hoe heb je geslapen? Nauwelijks. Ja, we zijn te reageren! Je ligt wel mooi in de tent. Ik lig in de tent, maar alles en dat. Oh. Het is de start van de laatste loodzware loodjes. Geen ontbijt op deze vroege ochtend, maar een zware warming-up en dan de eindmars. We gaan vanaf hier het materiaal meenemen. Een brancard, want zometeen gaan we met gemonden te maken krijgen in het gemonden nest waar we naartoe lopen. We nemen alvast munitie mee. Onderweg pikken we nog meer munitie op. Ja, vervolgens gaan we dat in een gemonden nest dumpen en daar nemen we gemonden over. En die gaan we naar een heli toe brengen, zodat die uitgevlogen kunnen worden. Dat is onze opdracht. De mannen moeten kilometers lopen met zware rugzakken en allerlei zware en onhandige voorwerpen die ze ook nog moeten meesjouwen. Geen idee wanneer het klaar is en geen idee hoe lang je nog door moet. Hé, hey, mag wel eens blijven kijken. Mag lachen. Na de rugzakken volgen ook nog de brancards met 80 kilo gewicht extra. Geen rust, doorlopen. Links, 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 links. Afwijs, het is al in. En zelfs dan is het nog niet klaar. Een speedmars. Vandaag links om maken. En dan gaan we een stukje rennen, een stukje lopen. Rennen, lopen, rennen, lopen om zo snel mogelijk vooruit te komen. En het zo lang mogelijk vol te houden. Na 2 dagen afgemat te worden is dit lood en loodzwaar. En dan zit het erop. Jullie hebben het gehaald, man. Gefeliciteerd. Wat denkt u nu als je met zo'n groep hier staat en het is afgelopen? Ja, ik ben trots. Toch wel? Ja, ook bij mij trots. En ik hoop dat de jongens dat ook zo voelen. U zegt, bent nu heel trots. Van de week hebben we u ook gesproken, want dat was in het zwembad. Toen was u not amused, om het maar even zo te zeggen. Ja, klopt. Maar dat is nu gekanteld. Ja, zeker. En want je ziet zeker zo'n eerste dag dat ze een beetje de kat uit de boom kijken. En eigenlijk niet alles van zichzelf laten zien. En ik probeer ze daar eigenlijk wat te prikkelen. En dat ze de ware ik naar boven komt. Zodat ze zo goed kunnen beoordelen, maar met name goed kunnen adviseren. Voor wat ze kunnen doen om uiteindelijk beter voorbereid die opleiding in te gaan. En waardoor de kans van slagen eigenlijk vergroot wordt. Dus sommige mensen vinden dit, kandidaten ook vinden dit heel heftig, wat er de afgelopen dagen is. Moet het niet iets milder, iets lichtzinniger, iets gevoeliger allemaal? Nou, die momenten zitten er zeker in. Maar we zien de kennismakingsdagen als een soort snelkookpan. Waarbij we eigenlijk gedrag naar boven willen laten komen. Maar waarom is het nodig om ze zo hard aan te pakken? Nou, omdat ze in 3 dagen tijd willen we gedrag naar boven zien komen. Ja, en als we het heel rustig aanpakken, dan zien we dat dus niet. De kennismakingsdagen zijn klaar en Rick en Rick hebben het volbracht. Maar zijn ze geschikt? Bij jou heb ik bijvoorbeeld vandaag ook met dat eindmars gezien, dat stukje samenwerken. Dat zien we bij jou bijvoorbeeld wel heel goed terugkomen. Dat je wel het initiatief neemt om naast de groep te gaan tellen. Mensen aansturen, naar achteren lopen. Dat zijn natuurlijk hele goede punten wat wij graag zien. Dat je echt met de groep bezig bent. Want uiteindelijk ben je zo sterk als de zwakste schakel. Dus je moet het met de groep doen. Dus ook al ben je fysiek wat minder sterk, kun je wel op een andere manier een bijdrage nemen. Door bijvoorbeeld dan die taak te nemen en het overzicht te bijvoorbeeld houden. Dus ja, dat deed je natuurlijk hartstikke goed. Ja, nou, daar komt het. Nou, we hebben het zo leuk gehad. Nou, nee. Maar goed, wat bij jou voornamelijk wel opviel, en dat was, waar ik mezelf ook wel af en toe een beetje moest lachen. Je bent gewoon heel vrolijk en lacherig.
Ik denk niet dat jij geschikt bent voor dit beroep, überhaupt als militair. Maar goed, daar was je zelf volgens mij ook wel achter. Zeker. Ja. Wat zou je ons adviseren? Ik zou jullie adviseren om zeker te blijven doen wat je doet. maar weet je, dat heeft de instructeur waarschijnlijk ook wel gezegd. Jullie hebben best wel veel dingen niet meegedaan. Jullie zijn ook, we hebben gisteravond ook nog even over gehad. Toch de motivatie ontbreekt nog wel om echt hiervoor te gaan. Maar ik zou adviseren om bij een andere eenheid te gaan kijken. En misschien daar aan de slag te gaan. En dan misschien ooit een keertje terug te komen. Misschien ooit naar de luchtmobiele... Ja, naar de luchtmobiele brigade. Die andere eenheden, dat komt wel. Ja, ik denk dat we kunnen beloven dat we niet... Dat tenminste, dat ik niet terugkom hier in ieder geval. Maar ik vond het wel leuk om dit gezien te hebben. Maar ga vooral kijken ook bij de rest. Nou, ja, we hebben een hartstikke mooie krijgsmacht. En wij zijn een klein gedeelte van. Nog één vraag van mijn kant. Ja. Jij bent van het vrouwelijk geslacht. Ja. Maar je bent ook de enige die ik hier deze 3 dagen zo'n beetje heb gezien, geloof ik. Ja, binnen luchtmobiel zijn er weinig vrouwen. Het wordt wel steeds meer. Mm-hmm. Maar ook nu met de kennismakingsdagen ook geen één. Nee, klopt. Nee, we willen er wel heel graag vrouwen bij. Het is wel gewoon lastig, omdat binnen luchtmobiel zijn er gewoon heel veel mannen. Het is een mannenwereld. Nou, de opleiding is gewoon fysiek, mentaal zwaar. Heel veel vrouwen die hebben daar ook gewoon geen interesse naar. Je zou ze wel graag meer zien. Ja, zeker. Ja. 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 Want je bent wel gezellig om mee samen te werken. Ik ben hartstikke gezellig. Ja, nou, die nee, maar ja, goed, ik ben wel van mening. Uiteindelijk is het gewoon goed voor de dynamiek in de groep. Weet je, vrouwen en mannen, allebei hebben ze zo zelf hun capaciteiten. En dat vult elkaar gewoon heel goed aan. Ja. En dat zie je binnen luchtmobiel ook. Dus ik zie daar wel gewoon echt een voordeel van. Dus ja, en er zijn genoeg vrouwen die wel de rode bret hebben gehaald. Dus het is wel gewoon haalbaar. Ja. En hoe kijken de mannen er zelf op terug? Zo. Nou. Gedoucht. Helemaal fris weer. Ja, gedoucht er wel. Het is afgelopen. Hebben we het overleefd. Nou. Ja. Dan een paar keer eventjes een stap terug gedaan. Terecht. Mm-hmm. Ja, ik heb het vaker gezegd, maar zoveel respect voor de gasten die dit allemaal volledig doorlopen en die dit kunnen. Ja, is heel indrukwekkend. Dat, ik kan dit gewoon niet. Ik ben hier niet geschikt voor. Nee. Maar je hebt het wel geprobeerd. Ik heb het wel geprobeerd. En ik moet zeggen, het is wel een heel leuk startpunt van je serie. Dat we nu de komende weken langs gaan bij allerlei andere eenheden. En dat je dit nu hebt gehad. Het was leuk om een keer te ervaren. Leuk om het een keer te zien. Ja. Je weet heel goed, dit is niks voor mij. Zeker. Nou ja, wij zullen er nooit zo bij komen te staan. Maar het was mooi. Hey! Ja!